We gaan het weer eens hebben over het bevoordelen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Niet wegsteppen nu, want dit is interessant. Positieve discriminatie mag niet zomaar. De casus. Dit is de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke hoogleraren op de Technische Universiteit Eindhoven. Je ziet een duidelijk mannenbolwerk. Wat meer balans zou wel prettig zijn zo in de 21ste eeuw, vonden ze ook in Eindhoven. De top van de TU ondernam actie, maar wordt nu keihard teruggefloten door het College voor de Rechten van de Mens. Het voortrekken van vrouwen heeft grenzen. Sinds een jaar is het beleid in Eindhoven dat sollicitaties van mannen terzijde worden geschoven. En daarbij maakt het niet uit hoe goed ze geschoold zijn, hoe fantastisch hun wetenschappelijke reputatie is of hoeveel ervaring ze hebben. Mannen zijn niet welkom. Alleen als een vacature na zes maanden nog steeds niet kan worden ingevuld, dan kan hiervan worden afgeweken. Het College voor de rechten van de mens vindt dat te gortig. Het middel dat de TU gebruikt is te bot en te algemeen. En bovendien het is het in strijd met uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Wat wel mag, dat is bij gelijke geschiktheid de baan aan een vrouw geven en niet aan de man. Dat hebben ze in Eindhoven een tijdje geprobeerd, maar dat schoot niet op. En dat vindt het college een slap excuus. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om vrouwen bij sollicitaties meer kansen te geven. Je kunt bijvoorbeeld de selectiecommissie vooraf trainen. De ervaring leert dat mensen vaker een voorkeur hebben voor sollicitanten die op hen lijken. Zorg dat ze zich daar beter van bewust zijn, zodat ze meer onbevangen een keuze kunnen maken. Denk daarnaast ook goed na over de eisen die je stelt bij een vacature. Als er bijvoorbeeld veel nadruk wordt gelegd op ervaring, en dat gaat om beta-wetenschappen, dan is de kans dat vrouwen reageren kleiner. Daarnaast kun je als organisatie door meer te investeren in eigen kweek kansen voor vrouwen in de organisatie groter maken. Denk aan interne loopbaanontwikkeling en coachingprogramma's die gericht zijn op vrouwen. En wat ook is toegestaan, is dat een faculteit met meer vrouwen extra onderzoeksgeld krijgt. Dat kan een goede stimulans zijn om in de organisatie vrouwen meer kansen te geven. Om de balans tussen mannen en vrouwen meer in evenwicht te krijgen, mag je vrouwen beoordelen. Maar dat betekent dus niet dat mannen mogen worden uitgesloten bij vacatures. Vond je dit een zinvol verhaal? Download dan nu de RTL Nieuws App. Onder het kopje Economie houden we je daar op de hoogte van al het nieuws en alle ontwikkelingen die voor jou relevant zijn.